Dag, welkom bij Topnames. Erwin Blom en Roeland Stekelenburg praten wekelijks met Digitaal Nederland op tal van gebieden. Vandaag gaat het weer eens een keertje over geld. Niet zo heel erg veel, maar we hebben ook wel mensen over Peter van Haar hebben gehad, over het bankwezen. Ja. Afdeling innovatie van de Rabobank is hier geweest. We hebben het over crowdfunding, het enige regelmaat gehad. Ernesto Spruit en Patrick Savalle. Zo mocht ik het uitspreken. Dat is een mooie achternaam. Jullie zijn van Mobber. Vertellen jullie eerst maar even zelf wat jullie doen. Wat wij doen of wat Mobber doet? Nou ja, laten we met Mobber beginnen. Nou, Mobber is een betalingssysteem voor crowdsourcing. En wat het eigenlijk doet, is dat het maakt mogelijk dat je, als je met heel veel deelnemers bijdraagt aan een crowdsourcingproces, dat al die deelnemers individueel beloond kunnen worden. Dat kon nog niet, kan nu wel met Mobber. En individueel beloond. Dus we doen allemaal bij wijze van spreken een kleine opdracht of we leveren een foto in, ja, of wat het ook mogen zijn. Ja, ik kan als bedrijf als ik werk gedaan heb, kan ik iemand in dienst nemen. Of ik kan een externe persoon of een bureau inhuren. Ik kan ook zeggen van, ik kan kijken, hey, waar zit die expertise voor wat ik nodig heb, bijvoorbeeld marketing. Dan ga ik naar een marketing community toe. Dan kan ik daar eigenlijk een vraag neerleggen. En die mensen die in die community zitten, die kunnen gaan bijdragen om die vraag op te lossen. Of om marktonderzoek te doen, of een brainstorm, of wat je maar wil. Dan kun je het even concreet maken, want ik vind dat het... Hoe werkt dat dan? Wij zouden als Mobber bijvoorbeeld kunnen zeggen van, wij willen eigenlijk wel weten, zijn er communities die interessante klanten zijn voor ons? Dan kan ik bijvoorbeeld bij Fast Moving Targets, gaan we ook doen, die vraag uitzetten. En dan kan de Fast Moving Targets community gaan nadenken, goh, wat zou het nou interessante community zijn voor Mobber? Nou, die mensen gaan dat invullen, die gaan mekaars antwoorden, upvoten of downvoten, die gaan commenten, ja, of aanvullingen geven. Nou, al die vormen van participatie, die leveren gewoon, zeg maar, punten op. En op het moment dat wij zeggen van, nou, die vraag is eigenlijk wel beantwoord, dan drukken wij op de Mobber-knop. En dat betekent dat we een betaling doen. En laten we zeggen dat ik voor die vragen 100 euro over had. Op het moment dat ik die betaling doe, dan verdeelt de Mobber-knop in één keer die 100 euro over al die bijdragers, naar rate van hun participatie. Ja. Hey, Patrick, jij bent de geestelijk vader. Ja. Waarom vond je het belangrijk dat dit er kwam? Welk probleem lost het op? Nou, ik werkte altijd als innovatie specialist bij Society aan de communities. En Web 2.0 heette dat toen nog. Ja. En de belofte daarvan is, dus een soort gouden toekomst heeft dat achter zich al, de anytime, anyplace economy. Dus ik ga niet meer naar mijn baan. Ik ga gewoon naar een platform waar ik mijn expertise kwijt kan. En ik ga op die manier mijn geld verdienen. Nou, en ik doe dat zo de hele dag op al die platforms. Maar daar is natuurlijk op dit moment geen geld te verdienen, want het is niet mogelijk om dat te betalen. Dus de belofte die het oplost is dat wij op een gegeven moment naar een ander soort manier van werken. En daar zitten heel veel voordelen aan. Het is meer duurzaam, het is eerlijker in mensen die misschien buiten de normale arbeidsmarkt vallen. Het is flexibeler. Dus dat is de grote visie van het verhaal. Ja, want jij zegt, het gaat dus niet alleen maar over dat geld, maar er past een wereldbeeld bij. Ja, zeker. Ja, ja. Ik ben een soort van idealist. Dat is onhandig als je het moet gaan vertellen aan mensen. En als je daar is Ernesto veel beter in. Ja. Maar het ideaal is natuurlijk toch wel dat je die crowdsourcing, maar, en ik heb liever het woord social collaboration, dat klinkt wat gestructureerder, dat je dat ook kan gaan belonen. En dat op het moment dat je in al dat werk geld stopt, dan zou het een soort van economie kunnen worden. En die economie op zich heeft veel voordelen voor heel veel mensen. De vraag is alleen, een belangrijke vraag, hè, want we gaan zo even laten zien wat we al hebben staan, zodat mensen ook mee kunnen gaan doen en overigens ook al geld kunnen gaan verdienen. Is geld een belangrijke motivator, ja, voor communities? Want wat je normaal gesproken hoort, is eigenlijk dat een van de minste motivaties. Ja, er zijn al die mooie verhalen van Daniel Pink ook. Dat is een mooie, en ik bedoel het niet helemaal, ik ben het helemaal niet denigrerend, maar er zijn van die mooie verhalen van Daniel Pink en die heeft het over autonomy, purpose en mastery. En intrinsieke dingen, hè, ja, de reputatie opbouwen. Dat is misschien wel waar. Maar er zit natuurlijk best ook een soort van Maslow-achtig principe achter. Dat geldt voor mensen die alles al hebben en die het erbij doen. En dat zijn dan typisch ook die, wat je noemt, de 1%, de idealisten. De vrije tijdsridders, die gewoon willen pronken met kennis of het gewoon leuk vinden. Maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal van iemand die ergens in India
daar is geld gewoon nodig. Dus en ik zag ook op al die... ik heb behoorlijk wat van die corporate platforms ingericht voor Society destijds. En daar werkt dat ook niet, dat verhaal van... je ziet in het begin een piek van adoptie. En dan zakt dat toch allemaal weer in. Want die mensen moeten toch op andere KPI's, ja, noemen ze dat daar, op andere punten hun geld... Dus, Plus, zeg maar, die hobbyisten die dat leuk vinden om te doen, die zijn heel moeilijk te sturen op output. Hè. Die doen natuurlijk alleen wat ze zelf leuk vinden. Maar nu hebben wij dan een vraag op de platform gezet, wat voor ons een hele belangrijke vraag is. Namelijk, kun je ons helpen met een stukje marktonderzoek? Waar kan ik die vraag kwijt? Wie gaat mij zomaar even helpen met marktonderzoek? En dan is het opeens wel een type vraag, wat wel logisch is dat je ervoor betaalt. Ja, en hoe werkt dat dan? Want hebben jullie op jullie platform, kun je... Een plekje claimen waar je rond een bepaald thema vragen bundelt? Want je, nou, wat we eigenlijk, of kun je vragen naar een community brengen? Dat is eigenlijk wat we doen. Dus we hebben een, zeg maar, een crowdsourcing module. Dat is een heel basic vraag- en antwoord platform. En dat kunnen we overal neerzetten als een soort helpdesk eigenlijk bij community. Een widget of een iframe? Of een... In de basis, Mobber zelf is een betalingssysteem. Dus je ziet heel weinig van Mobber zelf. Het is een button en er zit wat technologie achter. Het bijzondere daarvan is dat het een many-to-many betaling is. Daar kan je allemaal leuke trucken mee doen. Maar wat de gebruikers ervan zien, is dat ze op een platform zitten waar die button aanwezig is en waar ze dus ook af en toe geld uit krijgen. Maar dat kan een wiki zijn, dat kan een blog zijn, dat kan zoals jullie pilot zo'n question-answer platform zijn. Ja. Het kan ook iets zijn waar we allemaal nog lang niet over nagedacht hebben. In de basis is het een... Ja, eigenlijk, ik noem het een ijsberg. Je ziet alleen maar het tipje. Dat zijn die buttons. En het systeem zelf is... En hoe werkt dan het algoritme? Stel, ik uit de realiteit, ik heb een waterput bij mijn huis en ik zit al heel lang te denken, hoe kan ik dat regenwater wat daarin loopt nou eens gebruiken om, weet ik veel, de wc's door te spoelen en een tweede waterleiding in mijn huis aan te leggen. Ben je ook helemaal into de duurzaamheid? Goed, dus ja. Ik denk van, nou, ik heb geen idee, wat voor pompen heb je nodig, hoe moet ik dat doen? Ik gebruik jullie platform en ik heb daar 100 euro voor over. En er gaan 1000 mensen reageren wereldwijd. Die hebben dat namelijk al eens een keer gedaan. Hoe wordt dat geld dan verdeeld? Dat is de grote magic, hè? Nou, het begint met het meten van alle soorten participatie. Bepaal ik dan of mijn vraag beantwoord is? Begint het daarmee? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Het verschilt natuurlijk heel erg voor het soort probleem, het soort community. Maar in de basis, het begint met het meten van alle soorten participatie. Niet alle soorten participatie is even veel waard. Maar het is wel een feit dat niet alleen dat laatste antwoord alle waarde vertegenwoordigt. Het is het opbouwen met z'n allen. Diegene die dat laatste antwoord geeft, heeft ook al die andere antwoorden kunnen zien. En die heeft al die discussie kunnen volgen. Dus tijdens dat participeren ontstaat een verhouding van bijdragers. En dat is het uitgangspunt voor de beloning die je gaat geven. En daar kan je hele slimme algoritmes achter hangen. Google is natuurlijk niet veel anders. Google weegt informatie op relevantie. Mm-hmm. Gebruikt daar ook een soort van geheim algoritme achter. Dat is in principe hetzelfde. Een algoritme klinkt heel ingewikkeld, maar je hebt dus gewoon één paginaatje in je admin-omgeving waar je gewoon aangeeft, dit is zoveel punten waard, dit is zoveel punten waard. Dus per type participatie. Ja, dus... Participatie is antwoorden, liken, alles wat je kan doen met het platform is participatie. Maar liken interesseert mij niet zoveel. Nou, het is die hele dynamiek in die daar omheen hangt, die uiteindelijk voor dat antwoord en voor die geeft. Misschien... Ik heb het misschien ver gezocht, maar misschien... Ja, misschien zegt iemand, je moet met emmertjes uit je water putten en dan zet je een ladder tegen je gevel en dan gooi je het in een vat wat bovenop het dak staat. Dan vindt iedereen geweldig. Dat is allemaal like. Ja, maar dan ga jij dat altijd niet accepteren. Ik heb er geen zak aan. Nee. Accepteren. Dan heb je de verkeerde community misschien. Of, ja, ligt het aan mij. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, we gaan morgen jou even helpen. We gaan kijken of deze community ook geschikt wordt voor dit probleem. Oké, in principe wordt de dynamiek die je gaat krijgen, is dat die community gaat natuurlijk gemotiveerd zijn om te zorgen dat die antwoorden hoge kwaliteit hebben. Want daardoor zullen ze als community hoog aangeschreven gaan worden. Dus ook op dat platform ga je, zeg maar, sociale interactie krijgen die die kwaliteit bevordert. Is de bedoeling. Dat is het idee. Maar je kan overigens in die achterkant, hè, en ik weet, dat kan je niet per vragen, dat is wel de eigenaar van de site, met deze module overigens, die dat doet. Daar kan jij bepalen, hè, of kan de site-eigenaar bepalen, of een like wel of niet veel waard is. Ik zou kunnen zeggen likes.
Ja, dat kan je allemaal anders instellen. Maar wat er bijvoorbeeld gebeurt is, als jij 100 antwoorden hebt... Als je 100 antwoorden hebt en die community gaat zeg maar liken en disliken... dus upvoten of downvoten... dan komt dus automatisch wel het meest relevante goede antwoord... letterlijk bovenaan te staan. Jullie kennen toch vast wel het principe de wisdom of the crowd. Hè? Dat is toch dat mooie verhaal bedrijf, van die... Zijn bedrijven zijn nou genoemd. Nou dan, en dat zou in theorie... Ja, we hebben altijd good cop en bad cop en hij is ingehuurd om cynisch te zijn. Ja. Doet hij goed? Ja. Nou, misschien om een illustratie. Kijk, we hadden net Bavaria en die organiseren een crowdsourcing contest onder filmmakers. En wat je daar ziet is dus iedere filmmaker gaat individueel aan de slag. Die levert een product in en dan wordt één winnaar uitgekozen. Maar waar je misschien veel betere kwaliteit mee zou krijgen is als al die filmmakers samen gaan werken aan een product en dus ook voortbouwen op elkaars werk, waardoor je dus synergie krijgt tussen de hoeveelheid expertise die er is in zo'n community. Maar dan is het ook niet eerlijk om alleen maar één iemand te gaan belonen voor het eindproduct, maar om iedereen die dus tijd en moeite in heeft gestopt te belonen. Ja. Ja, ik blijf toch een beetje cynisch. Want ik denk dan van... stel, ik gooi een vraag in jullie systeem. Ja. Dan vervolgens bepaalt jullie algoritme. Dan kan ik aan de achterkant misschien nog een klein beetje tweaken. Of zeggen van, nou die likes vind ik niet belangrijk. Of dit kan of je heel erg tweaken. Maar waarom zou ik jullie algoritme daarvoor nodig hebben? Op een gegeven moment is het toch gewoon zo, ik krijg... Het ik veel x feedback. Dat kan. Je kan een spreadsheet gaan bijhouden. 20, 20, 20, 20. Als ik 100 euro ervoor over heb. Of... Nee, maar dat kan dat jij een spreadsheet gaat bijhouden en die persoon uitbetaalt. Maar als jij op een gegeven moment 4 miljoen mensen op je site hebt en er komen per dag 20.000. Ja. Dan wordt dat spreadsheet erg omvangrijk. Nee, maar dan kan ik er ook niks meer mee. Nou, dat is de vraag. Er zijn platforms die dus heel goed werken al. Maar nog steeds wel binnen die 1% die idealisme vallen. Stack Overflow is een van mijn grote voorbeelden daarbij. Want als nerd zit ik vaak op dat platform. Ja. Daar werkt het heel goed. Het idee is dat wat nu heel goed werkt, maar kleinschalig is, misschien ook wel heel groots. Dus gewoon economische grootte kan gaan werken als je er geld in stopt. En jullie zijn natuurlijk op een bepaalde manier nu in aanraking gekomen met Mobber. Door de soort platform dat we voor jullie hebben gemaakt. Ja, misschien moet je dat even laten zien. Laat me eventjes zien. Ja, ik heb eerder met jullie gesproken natuurlijk over dit onderwerp. En jullie zeiden inderdaad van, weet je, de techniek kan eigenlijk overal worden ingezet. En wat we nu even gaan doen is één voorbeeld geven van een toepassing. Het voorbeeld van de toepassing is dus inderdaad eigenlijk, je zou het kunnen vergelijken met Quora of met Stack Overflow, et cetera. Een vraag-antwoord platform. We hebben nu een aantal vragen erin gezet. Waar als je doorklikt, je kan zien hoeveel geld erop staat. Dus ene keer is het €75 wat je ermee kan verdienen. Dit is nu het voorbeeld wat je nu ziet. Is er uiteindelijk €100 te verdelen over de antwoorden die erin komen. En dat is de vraag die jij net noemde. Voor welke Nederlandse B2B communities zou Mobber van waarde kunnen zijn? En je ziet dus in die recht, in die groene knop, als je iets naar boven scrolt weer, daar zie je dus 100 staan. Dus dat betekent dat ik heb €100 gepledged. Op het moment dat de knop groen is, betekent dat het geld wacht eigenlijk op het goede antwoord. Jij drukt er nu op. Dat betekent iedereen die eigenlijk voorbij komt en denkt, hey, die vraag wil ik ook wel beantwoord zien, die kan ook nog geld op die knop zetten. Crowdfunding van het antwoord. Okay. En dan kan ook een vraag die ik belangrijk vind, kan ik extra geld op. Ik belangrijk, wil ik ook weten. Ja, en je kan bij wijze van spreken zelf een vraag erop zetten en zeggen, jongens, willen jullie dat ik hem beantwoord? Dan mag je zelf geld op die knop drukken. Ja, dat heb ik nog niet bedacht. Had ik wel al bedacht. Nou, dat doet. Ik weet het antwoord, maar goed, ik ga het lekker niet zien. En op een gegeven moment verklaar ik dus die vraag voor beantwoord. En dan gaat Mobber in één keer dat geld verdelen. Dan krijgt iedereen die heeft bijgedragen, die is dan al ingelogd. Ze krijgen gewoon een berichtje van naar geld, verhouding van hun de waarde, de enigszins subjectief blijft dat natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat is altijd zo. Maar dat kan je dus tweaken en dat moet je dus al gaan, dan moet je dat een beetje inschatten. En dat is dus ook een heel soort community management gewoon. En daarom is de community ook zo belangrijk. Want je ziet van elkaar, en er is ook een community manager vaak, die ook wel zicht heeft op wat gebeurt er. Dus als partijen komen en zeggen van we gaan het eens gamen, dan filter je dat er eigenlijk zo uit. En als Fast Moving een Nederlands platform is en morgen heb je een miljoen hits uit India, dan weet je van ik ga even India blokken, hè, dat is geen probleem. Ja. Dus het is net als met Google. Ja, iedereen probeert Google te foppen als het ware. En dat is constant in beweging. Maar het is
het is relatief makkelijk te managen. Ja, bijvoorbeeld wat, nou wil ik net zeggen. Een van de vragen die, ik weet niet wanneer je het erop hebt gezet. Alles vandaag erop gezet. Van ons, wie waren we bezig met een documentaire over 20 jaar internet. Wie waren bepalend in de eerste twee decennia van het Nederlandse internet? Nou, daar zijn al 7 antwoorden op gekomen. En dat is toch wel weer leuk, want... Adam Curry wordt genoemd, Werner Vogels, allemaal bij dezelfde. Die heeft al heel wat punten verzameld. Knowledge Worker, ken je die? Nee, nog van gehoord. Die is gewoon op zoek naar punten, want dat, zo gaat het dan werken. Ja. En voor de record, dit is nog niet publiek gepromoot, dus... Er zijn niet zo heel veel mensen die weten dat die punten te verdienen vallen. Maar dat zijn, is nu altijd een goed uur open, al zeg maar. Ja, precies. Maar het idee is het werkt wel. Daarom, het gaat zeker werken. Het idee ervan is eigenlijk, als je vanuit journalistiek perspectief even bekijkt, waarvoor zou je niet zeggen, ga een project maken. En in dit geval, als je Nederland internet in kaart wilt brengen, dan kun je natuurlijk zelf al je research doen. Of je kan ook zeggen, vertellen jullie van jullie stukje deskundigheid, wie was er? De een weet meer van de gezondheidszorg. Als journalist begin ik toch langzaam. Laat me jullie een heel groot voorbeeld geven. Maar met name op het gebied van bronnen. Want dat checken is echt een probleem. Je bent met een verhaal bezig en je zoekt de originele bronnen. Ja. Dus niet dingen uit andere media, want dat is natuurlijk hoe de meeste journalisten uiteindelijk werken. Nee, je wil echt originele bronnen. Ja. Daar zijn dit soort dingen natuurlijk fantastisch voor. Ja. Maar laat me, jullie zijn Mobber nu tegengekomen op in deze hoek, zeg maar, van het internet. Maar waar het eigenlijk in eerste instantie wat mij betreft voor bedoeld was. Wij hadden met onze afdeling, zetten we die grote corporate social platforms uit. Lotus Connections bijvoorbeeld, hele grote, die kosten gerust 1 miljoen. En de bedoeling was dan dat die bedrijven, die konden hun kennis ontsluiten. Die konden, je kent al dat verhaal, die verhalen. En in theorie zou dat heel goed moeten werken. En die platforms op zichzelf zijn heel goed. Wat mij betreft een betere kwaliteit dat je op het open internet vindt. Maar die mensen die daarop gaan werken, die krijgen of opmerkingen van hun collega's. Ja, moet je niet eens wat echt werk gaan doen. En krijgen er sowieso geen geld voor. Dus waarom zouden ze de hele dag op dat platform rondhangen van hun baas, omdat ze punten gaan scoren? Maar stel je nou eens voor dat zo'n bedrijf, die zegt de salarisronde, daar doen we 10%. Of dat kan je gaan verschillen. 10% van de hele salarisronde betalen we niet top-down als normaal salaris uit. Maar dat betalen we op basis van participatie op dat platform. Een soort social salary. Dus een deel van je salaris verdien je gewoon normaal op de bureaucratische manier. En een ander deel verdien je gewoon door te participeren. Nou, dat geeft sommige mensen heel veel kansen, heel veel salaris. Andere mensen zullen het nauwelijks merken. Maar dan gaat het platform misschien wel werken. Dat is het idee. Dat is een heel ander soort voorbeeld. Of een helpdesk. Of, je kan dus ook zeggen, je kan hele business processes gewoon gaan outsourcen aan de crowd. Je kan zeggen, waarom zou ik zelf mensen gaan betalen of in dienst nemen en betalen om een helpdesk te runnen? Ja, dan moet ik denken, nadat ik had uitgevogeld hoe ik mijn UPC router in bridge modus kon zetten. Daarna heb ik 5 mensen bij mij in het dorp dezelfde truc geleerd. Maar waarom zou ik daar niet gewoon mijn brood mee kunnen verdienen? Nou ja, bijvoorbeeld, of bijverdienen, weet je wel. Ja. Ja. En daar is dit trouwens de ideale software voor. Ja. Die software is trouwens gratis. Ja. Of een ideetje wat ik ook zelf had. Dus, wat ik denk van, we doen af en toe die events, daar kunnen we er veel meer van doen. Nou, dan moet ik eerst een lijstje hebben met welke events zijn daar nu interessant voor. Ja. Nou, kan je zelf een dag gaan zitten researchen. Of je kan denken, als ik nou een stukje van dat geld dat ik in feite anders aan besteed, aan de derde groep mensen die naar ons kijken, ons deze, et cetera. En niet iedereen hoeft daarvoor te gaan researchen, want die mensen weten allemaal uit hun hoofd wel 1 of 2 voorbeelden. Ja. Nou, daarna zet je iemand aan de telefoon. Dat is, daarom is een beetje waarom ik erdoor gegrepen ben geraakt. Ja. Ik graag proberen of het ook werkt. Het is eigenlijk voor bedrijven, die hebben gewoon een flexibele workforce tot hun beschikking en eigenlijk altijd toegang tot de best mogelijke expertise. Communities hebben een manier om nieuwe geldstromen te genereren, wat voor heel veel communities heel relevant is, omdat online adverteren, dat is toch een beetje een lager model. Ja. En voor de professional is het super, want die kan gewoon geld verdienen met datgene wat hij interessant vindt, wat zijn expertise is, op een tijd en een plek, en vandaar de anytime, anyplace economy, op een tijd en een plek waar het hem uitkomt, of haar uiteraard. Ja. Dus. Hey, probleem van, bedoel dat je sluit eigenlijk aan bij gewoon het concept van communities, et cetera. Een probleem van communities is natuurlijk altijd de kracht is het losvaste en de zwakte is het losvaste. Communities bepalen uiteindelijk zelf of ze nog ergens blijven rondhangen. Denk jij dat het introduceren van geld ook voor een
of een grotere betrokkenheid of een langere betrokkenheid kan gelden? Nou, daar is ook wel niet veel, maar wat onderzoek naar gedaan. Irma Borst, Nederlandse onderzoekster. Ik noemde net al de 1%, hè, de 1% regel. Ik denk dat het bij Wikipedia of YouTube of zo vandaan komt. 1% van de mensen die doet daadwerkelijk mee met creëren. En 9 of 10% interacteert daarop. Ja. En 89% dat zijn lurkers. Ja. En de crowdsourcing draait nu in principe op die 1%. En zij kwam erachter dat die inderdaad wel de beste kwaliteit leveren, die 1%. Maar dat er is een mooie naam voor, de Hupplepup, de professional. Nou, zat een mooie naam voor. Die andere 10% is met geld te activeren. Ja. En die zijn dus beter te sturen op output criteria. Dat was ook een conclusie van haar onderzoek. Ja, dus daar, dat, wij denken van wel, maar er is ook wel aanwijzing voor om dat. Ja, want je zou kunnen zeggen, kijk, als ik nu naar een platform ga waar ik mijn logo wil laten ontwerpen. Dan zeg ik bijvoorbeeld, ik heb €100 of €300, maakt niet uit welk bedrag het is voor over. De periode loopt 7 dagen. Als er binnen 7 dagen niet iets moois is gekomen, ben ik mijn geld kwijt. Ja, dat is net een iets ander. Dat kan met normale betalingssystemen ook. Dat is het model. Dat is eigenlijk een winner takes all. Ja, maar is dan het unieke van jullie is het algoritme aan de achterkant? Of de manier waarop je de sociale interactie, zoals je net zei. Uniek is dat iedereen individueel beloond kan worden. Uiteindelijk in één keer dat die hele pot geld gaat verdelen over iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Ja, ja. Wat jullie dat is wat uniek is aan dat jullie. Dat is uniek, ja. Wat jullie hier op die groene buttons vooral hebben. Ja. Dat zijn natuurlijk aan de betalende kant meerdere mensen. En dat zijn aan de ontvangende kant meerdere mensen. Nou, daar zijn weinig betalingssystemen. En ja. Je kan het wel gaan bouwen, maar dat is duur. Maar het kan dus ook gebeuren, om het nog beter voor de kijker ook duidelijk te maken, dat er ergens een vraag gesteld wordt waarvan zoveel mensen op een gegeven moment zeggen, ja, daar wil ik het antwoord ook al op weten. Weet je, ik gooi ook nog een tientje in die pot. Ja. Dat er echt vragen boven komen drijven. Ja. Weet je wel, die wereldwijd misschien waar iedereen zit te wachten op. Ons ideaal is natuurlijk dat dit zo gebruikt gaat worden, dat wij op die mobbersite een soort ranglijst van wat staat er nu open en hoeveel kan je verdienen. Dat iedereen daar, dat zou een ideaal, maar dat kan. Dat kan. Ja, het zwakte is alleen nog wel mensen als Stekel die dan zeggen, ja, ik vind het antwoord toch niet goed genoeg. En dat dan de community gewoon niet meer mee wil doen. Ja, ja. Maar goed, maar dat kan je dus ook zien. Niks uitbetaald, maar toch bedankt. Ja. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar niet met die groene knop, want dan pledge je het als waar. Maar goed, je kan het antwoord niet goed genoeg vinden. Maar in principe, je kan ook inzichtelijk krijgen welke bedrijven betalen eigenlijk goed. Welke zijn de meest betalende bedrijven? Welke zijn er? Ja. Dus in principe zit ook daar een stukje. Welke community moet ik zijn? En dat publiceren wij natuurlijk ook. Ja. Hè? Dus op een gegeven moment over x aantal jaar, dan als crowdworker, dan word je 's ochtends wakker of 's middags als je daar zin in hebt op een plek. Maar en dan ga je computer open. Maar moet ik dan denken aan bijvoorbeeld, weet je wel, wat Airbnb heeft, dat iemand die een huis verhuurt, daar staat ook een soort rating bij van reageert altijd binnen 24 uur. Nou, dat soort dingen kan je gaan krijgen. En überhaupt, je kan op een gegeven moment naar de Mobber website gaan en dus gaan kijken van er zitten allemaal tags bij, hè, bij die vragen. Dus stel dat ik verstand heb van internetmarketing, ga ik naar de Mobber site, druk de tag aan internetmarketing, kan ik zien waar lopen nu opdrachten uit op mijn expertise. Kan ik de zoektocht gaan verfijnen van ik wil dat er minimaal zoveel geld gepledged is, ik noem maar wat. Dus je kan heel erg gericht gaan zoeken van type werk waar jij naar op zoek bent. En ja, als jij een bedrijf bent wat nooit betaalt, dan op een gegeven moment. Droog jouw workforce op. If you pay peanuts, you get monkeys. Hè? Dat geldt ook hierin. Ja. Hey, Stan Steegs zegt van ik ben benieuwd of Mobber kan concurreren met vergelijkbaar. Jullie gaan nu vertellen dat het helemaal niet vergelijkbaar is natuurlijk, maar de Google Helpouts die eraan staan te komen. Ja. Even voor wie nu kijkt, Google Helpouts is volgens mij bedacht van een 1-op-1 systeem waarin ik zeg ik ben deskundig op het gebied van dat is macramé. Een 1-op-1-betaling. En ik zeg en ik kost €2 of $2 per minuut en je kunt me nu inhuren. En ik ga jou vertellen hoe het werkt. Nou, je hebt het antwoord al gegeven. Er is een betere concurrent, zou ik niet eens willen noemen. Ik zit wel eens aan de videochat met die mannen van de Pirate Bay. En die hebben Flatter. Dat vind ik een heel mooi systeem geworden. Maar dat was in het begin was dat ook een peer-to-peer betalingssysteem. En ik had dat idee van Mobber al in mijn hoofd. En ik had ook op dat moment een goedlopende eigen website. En een nieuwssite met user-generated content. En daar kwamen best wel 100.000 mensen of zo per maand. En ik denk, nou, als ik die Flatter-button erop zet, dan kunnen die mensen elkaar betalen. Maar toen kwam ik er dus achter, ja, maar dan staat daar een artikel en dan kan
Dan kunnen mensen de plaatser van het artikel betalen. Maar ik heb die website gebouwd. Ik betaal die hosting. En er zit nog een webmaster zit de hele dag. Er zijn veel meer mensen die... Nou, zo kwam... Nou, inmiddels is dat Flutter uitgegroeid naar een betaalsysteem... wat achter de like-buttons van al die sites hangt. Dat vind ik dan wel heel cool. En dan kan je dus mensen tippen. Dus overal waar je een duimpje van Facebook of ja. kan je... Ja. Dus als jij het koppelt, krijgt jouw like een andere waarde. Ja. Het dashboard verzamelt al jouw likes. En dan zeg je bij Flutter zeg je, nou, daar heb ik 5 euro per maand verdeeld is over al die likes. Ja. Dat zou een betere concurrent zijn. Maar ik weet je wat het ook is? Het werkt wel, Mobber, want ik had dat over die router. En Jochem Kolen die zegt op Twitter, nou, van die router, dat mag je mij ook leren, Stekel. Ja. Dus ik had geantwoord, nou, voor 20 euro ben ik je man. En hij zegt, hij antwoordt, in dat geval zet ik de vraag zometeen wel even op Mobber voor een tientje. Maar om nog even het laatste af te maken. Dat maakt niet uit, hoor. Ik pak je wel een keer terug, joh. Concurrentie is helemaal niet erg. Die categorie, zoals hij dat noemt, waar wij nu in zitten, die bestaat eigenlijk nog helemaal niet. Dus we zijn redelijk disruptive. Concurrentie valideert de markt. Dus laat ze maar komen. Ik vind het prima. En ja, maar op dit moment zie jij niks in je omgeving. Nee, niet wat, echt. Nee. Er zijn wat standaards van Mozilla. Is met standaards bezig die erop lijken. Nee, maar jullie maken wel het rondje langs allerlei partijen. Hè? Waarom is het nog niet overal... Omdat jij de eerste was. Welke reacties kom je tegen? Want je moet er wel wat over. Je moet wel veel evangelisatie doen. Ja, nou goed. Kijk, we zijn denk ik een half jaar geleden begonnen. Toen hadden we toen draaide het systeem zeg maar met dummy geld. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken van, oké, laten we maar eens gaan kijken waar het meest vruchtbare grond in de markt zet. Want je kan er nog veel meer mee uiteindelijk dan wat wij nu zeggen. Maar dat gaan we niet bespreken, want dan raakt iedereen in de war. Ja. Maar we zijn gewoon... ik raak zelf van in de war. Dus. Maar in ieder geval, wij zijn gewoon gaan kijken van waar denken wij nou dat Mobber echt het grootste antwoord is op een probleem, bij wijze van spreken. Ja. Door de bank genomen merk je wel van, hey, het is wel dusdanig disruptief dat mensen moeten toch even 2 keer het verhaal horen voordat ze een beetje beginnen te begrijpen hoe het werkt. Daarmee hebben we ook gezegd van, we willen eigenlijk zo snel mogelijk een pilot hebben, zodat we gewoon kunnen laten zien hoe het werkt. Ja. Daar waren we zo blij met jou ook, Erwin, dat jij, we hebben wel meerdere partijen die zeggen van, nou, we willen eigenlijk wel een pilot draaien, dus dat zullen we wel komende maanden meer pilots aankomen. En overigens, iedereen die geïnteresseerd is, die kan zich melden. En de reacties zijn dus over het algemeen wel positief. Zeker vanuit communities die toch wel de kansen zien om nieuwe verdienmodellen eraan te hangen. We hebben uit de helpdeskwereld ook wel wat positieve reacties. Maar daar zie je van, daar moet het in organisaties, dat vereist organisatieverandering. En dat is dan weer vaak net even moeilijk, zeker bij wat grote organisaties. Mm-hmm. Ja, Roos van Vught die heeft eigenlijk een soort, die stelt die vraag wel vaker bij gasten van ons. Bij Michiel Buitelaar deed ze het ook. De vraag ook voor jullie, waarom gebruiken jullie social, lees vooral Twitter, niet iets beter? Ah, maar dat is iemand die dus daar verstand van heeft. Want hij, dan mag ze het mij leren, hoor. Want, Roos heeft daar verstand van, ja. Ik kreeg altijd een klote van hem. Nee. Omdat je te veel twittert of te weinig? Nee, te agressief. Ik kom nogal dom over op de Twitter. Daar is het ideaal medium voor. Daar is het ideaal medium voor. Wij zijn van in de gaten. Ja. Weet je, wij sowieso stel ik zeker tips, advies van Roos op prijs als hij heeft. Wij zijn een start-up. Nou, misschien moet je even een keer afspreken. Dat is heel interessant. Ja. Wij zijn een start-up. Dat betekent dat wij eigenlijk geen middelen hebben en geen tijd. Maar wel heel veel to-do's op onze to-do-lijst. En je bent wat agressief. Je kunt niet tegen kritiek en dan word je agressief. Nee. Ik zend vooral, hoor. Ik ga niet zo heel veel... Okay. Dat is het probleem. Ik zend vooral. En dat moet het gewoon zijn. Geloof mij nou maar. Dan goed. Nee, maar even om de vraag te beantwoorden. Wij moeten constant kiezen van... Oké, wat zijn onze prioriteiten? Waar hebben we tijd en middelen voor om te doen? Dus de website is ook nog van alles op aan te merken. Het is allemaal duly noted. Het systeem draait nu. We krijgen ook nu al goede feedback terug over hoe we het beter kunnen maken. Dus er is gewoon heel veel te doen. En social media, communicatie, dat is, daar hebben we eigenlijk niet voldoende tijd voor om dat goed te doen. Maar dat moet natuurlijk op een gegeven moment wel komen. Ja. Ik heb ook gemengde gevoelens bij Twitter, hoor. Vroeger had ik hele grote websites.
We waren de aluminiumhoedjes, de aluhoedjes van Nederland. Hè. 9-11 op de kaart gezet hier in Nederland, dat soort dingen. Ja. En dat gaf veel meer voldoening. Die grote community waar veel gereageerd werd. Ik vind dat Twitter, dat is een soort, een soort diarree. En... Ja. Maar ja, als ik dan, zoals jij, je hebt 20.000 followers. Daar zou ik dan toch wel weer jaloers op zijn. Ja, 7 jaar hard werken, hè? Ja. 7 jaar grijs. Ja, ik ben ook maar nog 7 maanden bezig. Ja, maar ja, gek genoeg. Ik weet niet hoe dat gaat, hoor. Maar ik heb op Google Plus nog meer. Dus ik weet, niet hoe dat komt. Ik vind Google Plus hartstikke leuk, hoor. Maar jij huurt dus die Indiaars in. Ja, voor weinig. Via mobben ga ik dat nu doen. Het moet goedkoper kunnen. Ja, dat is een ander verhaal, wat we allemaal meer en minder uit Twitter kunnen halen. Ja, voor mij is het verhaal wel een beetje rond, wat mij betreft. Hebben we je overtuigd? Mijn interesse is gewekt. Kijk. Ja. Dus ga kijken. FMT.mobber. En mobber schrijf je met dubbel B, want we leven in een tijd waar een domeinnaam erg belangrijk is en je daarom soms een extra B ergens tussen moet zetten. Mobber.com. FMT.mobber.com. We zijn nu met elkaar aan het uitproberen hoe gaat dit werken, kan dit werken, et cetera. En als het goed is, als je wilt, je kunt er zelf ook vragen kwijt en plaatsen. Als het niet helemaal lukt, stel je een vraag. Je stel hem gewoon aan mij via Twitter en dan geef ik het wel door aan de jongens. Want die hebben het druk. Niet. Nee, dat komt goed. Ik heb alle tijd. Maar goed, dat terzijde. Hey, ontzettend bedankt. Ik vind het hartstikke leuk en ik ben heel benieuwd of en hoe het gaat werken. Ik hoop dat het gaat werken, want wat we gewoon wel doen is we pakken wel gewoon 25% voor fast moving targets en stekel. Dus, stekel. Goed bij. Ja, wat verdienmodel, hé, verdienmodel. Ja. Hey, dankjewel voor het kijken. Je weet, al deze uitzendingen kun je terugkijken via YouTube of onze site. Volgende week zenden we live uit vanuit Music U hier in Amsterdam. Dan onder meer met Bart Brouwers en vertegenwoordigers van Mattermap, WebZap en Elinia. Dus dan gaat het over journalistiek, verdienmodellen op dat gebied. Schrijf je nog even in via onze meetup. Dan kom je wel op de gastenlijst. Maar zeg maar dat je ons kent en we proberen een plekje voor je te regelen. Dank voor het kijken. We danken Streamzilla voor het mogelijk maken van deze uitzending. En we danken een ieder die Fast Moving member is geworden. Dus voeg je daarbij. En dan krijg je namelijk voorrang, hè, bij die events. Dus als je nu op de wachtlijst staat, was niet nodig geweest. Was niet nodig geweest. Dankjewel. Tot ziens.